Onze volgende gast aangeschoven, Gerard van der Stelt. Hallo. Hoi. Scheidsrechter. Ook dat. Ook dat. Ja, heel veel hobby's. Maar onze vraag, mijn vraag is, wat is er nou zo leuk om scheidsrechter te zijn in het voetbal? Want jij fluit op zaterdag in dit geval. Ik fluit op zaterdag, ja. Ja, tweede en derde klasse. Allereerst is het leuk om te bewegen, hè, want uiteindelijk is dat de vorm van sport die je doet. Want je bent niet alleen maar in die wedstrijd aan het lopen, je bent tussendoor aan het trainen. Voor de wedstrijd ben je aan je warming-up bezig. En uiteindelijk gaat dan die wedstrijd beginnen. En uiteindelijk geeft dat de kick van het leiden van een wedstrijd. Hè. Het in goede banen leiden van die 22 wispelturige mannen. Om dat in goede banen te leiden, dat moet je de kick geven om dat tot een einde te brengen. En dat gaat ze niet altijd vanzelf. Nee. Maar uiteindelijk geeft dat ook een stukje wat je meeneemt, denk ik, in je maatschappelijke carrière. Want je bent gedurende een wedstrijd, ben je continu bezig met een psychologisch spel tussen diverse mensen. 22 acteurs. Je maakt een inschatting. Je oefent in communicatie zonder dat je dat zelf in de gaten hebt. En als je dat goed doet en goed je reflectie daarop bijhoudt, dan pak je daar best dingen op die je ook in een later leven kan gebruiken. Ja, okay. Ja, absoluut. Hoe lang ben jij al scheidsrechter? Ongeveer 23 jaar. 23, 24 jaar. Ja. Altijd zaterdag? Nee, ik heb eerst op de zondag gefloten. En dat, hier in het wat dan heet district West, Zuid-Holland. West, daar hebben we het probleem dat vele ploegen die gaan over of naar de zaterdag of gaan fuseren. Dus het aanbod van ploegen wordt dan heel erg klein. Of tenminste, wordt kleiner. En dat betekent dat je 3 keer per jaar dezelfde ploeg moet fluiten. En zeker als er dan wat gebeurt, dan denk je dan maar even niet. En als het op zaterdag zijn er meer ploegen, dus is die kans gewoon veel kleiner dat je dezelfde ploeg in een jaar treft. Ja, natuurlijk. Want waar ligt dat aan? Ik heb mijn eigen mening daarover. Maar waar hebben jullie jouw mening over dat het zondagvoetbal zo, vooral in West 2, dus al in deze regio, verdwijnt op de zondag? Het is heel raar, want het is alleen maar in West 2. Ja. Voor een gedeelte zal het te maken hebben met het uitgaanspatroon. Hier is een hoop te doen. Ja, maar in Zuid en West. Maar in het oosten doen ze dat bijvoorbeeld heel anders. Hè. Daar drinken ze vaak later op de zondag nog uitgebreid daar gaat na het voetbal. Maar wat je hier in West wel meemaakt, de jonge jongens zeggen, ik ga lekker zaterdagavond stappen. Ja. En dan wil ik op zaterdag voetballen. En wij denken dat het voor het gedeelte ook wel te maken heeft met in deze regio is Feyenoord een belangrijke voetbalploeg. Op de tv wordt veel voetbal, met name op zondagmiddag, vertoond. Ja. En dat geeft toch een aantal mensen de reden om dan niet te gaan voetballen op de zondag. Dat zijn vaak lagere spelende spelers. Alleen dat zorgt wel dat je vereniging wordt uitgehold. En dan zegt ook een speler uit de eerste elftal van ik ga ergens anders heen. Ja, want het is natuurlijk niet alleen Feyenoord, Rotterdam, maar ook Amsterdam, Utrecht, Breda zit eigenlijk allemaal een beetje hier in de contraille. Zit hier in de contraille. En als je natuurlijk ziet, net wat je zegt, half 1, half 3, 4:15, wedstrijd Eredivisie. Ja. Maar goed. Het is vaak drukker in de kantine als buiten de kantine. Hè, dat het het fluiten op zaterdag, dat geeft je veel voldoening? Tot op heden wel. Het zijn leuke wedstrijden, leuke derbies. En ik dacht eigenlijk misschien dat de mentaliteit wat anders is. Hè, maar dat is eigenlijk weinig verschil. Je hoort wel eens van de zondag is feller. Maar dan maak je eigenlijk geen verschil. En ik fluit in Den Haag, in Rotterdam. En de uitlatingen op zondag zijn exact hetzelfde als op zaterdag. Dan heb ik nog wat foto's van je gekregen. Dus misschien dat die er nog tussendoor kan. Oh, kijk, dat is een hele actie. Dit is een wedstrijd toevallig. HBSS tegen Schoonhoven toevallig, een paar weken geleden. Oké. Okay. Ja. Oh, die Schoonhoven won. Met 1-3. Ja, en dit is een Haagse derby. GDA tegen Quicksteps. En deze speler die deed iets wat niet mocht. Dus. Kaarten geven? Ja, dat hoort erbij. Hè. We hebben de zogenaamde regel 12, waar dan alle spelregels in staan die kaart opleveren. En wij moeten de afweging maken in een split second van is het onvoorzichtig, onbesuist of met buitensporige inzet. Ja, buitensporig is rood en de rest is dan of geel of niet. Alleen er ligt wel een heel breed grijs gebied van de scheidsrechter. Ik hou niet zoveel kaarten. Ik doe het liever verbaal en met lichaamstaal. Alleen soms dan ontkom je er niet aan. En ik moet ook zeggen, je maakt ook wel eens een fout door een arbitrale lijn in te zetten. Op een gegeven moment gebeurt er iets in de wedstrijd. Die zegt, nu moet ik een kaart geven. Maar dan moet je ook voor diezelfde actie 2 minuten later weer een kaart geven. En dat is de consequentie die je dan wel moet doortrekken.
jij wordt niet meer begeleid, maar jij begeleidt wel jonge scheidsrechters. Hoor je wel begeleid? Ik word niet begeleid, maar wij worden gerapporteerd. Ja. Een aantal malen per jaar, daar zijn we afhankelijk van voor promotie. Maar naast het fluiten doe ik de begeleiding van en startende scheidsrechters. En sinds dit jaar ben ik ook gevraagd om als coach op te treden voor de talenten die klaar worden gestoken voor het betaald voetbal. Oké. Okay. Dus, ja. Ja, althans, die mogelijk het betaald voetbal gaan halen. Dat is een meer en meer een eer dat je dat mag doen. Ja, dat is gevraagd door de KVB. Daar stond ik wel van te kijken. Maar ik begeleid en coach al heel wat jaren. Ja. En uiteindelijk lever je daar rapporten voor in. En dat is met name, het moet een opbouwend rapport zijn. Een scheidsrechter moet er wat aan hebben. Hij moet er wat van kunnen leren. En blijkbaar doe ik dat goed, want anders word je gevraagd, denk ik. Maar je fluit zelf op zaterdag. Ja. En dan die begeleiding van zo'n jongen. Dat is op zondag dan. Ja. Dus je bent soms een heel weekend in de weer voor de KNVB? Meestal, ieder weekend. Ja. Daarbij hebben we nog heel veel andere hobby's. Ook dat, ja. Het weren zit toevallig ook nog bij RTV Krim de Waard. Dus de dag duurt 24 uur en dat is soms wat uren te kort. Ja. Ja, het duurt inderdaad 24 uur. Ook nog een volkstuintje. Dus ja, ook nog. Heb je een duiken nog? Dus ja, duiken. Ja. Heel hobbymatig ben jij bezig. Ja. Maar scheidsrechter zijn, is dat wel je hobby? Of? Ja, dat is wel de hobby. Anders hou je dat ook geen 23 jaar vol. En we geen voorbeelden te noemen, maar er gebeurt zat op de velden. Dat als je er niet helemaal gek van bent, dan hou je dat ook geen 23 jaar vol. Nee, want als je zo naar een veld gaat en je hebt, of tenminste naar een wedstrijd gaat en je hebt gelezen, want ik neem aan dat jullie dat ook bijhouden, dat daar vorige keer is er wat problemen geweest bij die in de wedstrijd. Daar ga jij naartoe, wat zegt Sandra dan? Jouw vrouw, wat zegt hij dan? Kijk jij uit, jongen? Nee, die zegt eigenlijk niets. Succes, ik hoor het wel. Dus, okay. Nee. Kijk, we bereiden ons, als je het goed wil doen, dan bereid je al een dag of 5 van tevoren, begin je eigenlijk al met het inlezen van de sites, van de verenigingen. Ja. Je hebt al wel vaak een idee, heb ik die vereniging al eens meer gehad? Maar uiteindelijk moet je open die wedstrijd ingaan. Hè? Je wordt wel eens gewaarschuwd door collega's waar je nu terecht gaat komen. Ja. En dan moet je voorop letten. Je moet open starten. En uiteindelijk, die voorbereiding die is wel belangrijk. Je moet ruim van tevoren aanwezig zijn. Je moet eigenlijk, wie staat op het veld, hè? Dan begin je eigenlijk met de kennismaking. Praat je met de trainers. En op het moment dat dat goed gaat, je warming up, dan ga je het veld in en dan gaat die wedstrijd beginnen. En dan soms zijn het factoren die je niet in de hand hebt. Over het algemeen merk je al na 15 minuten, ik heb deze wedstrijd in de hand. Ja. Maar soms merk je ook wel na 5 minuten dat je denkt van het wordt een hele moeilijke middag. Ja. En goed gekleed is ook altijd wel een vraag. Uiteraard, ja. Ik ga nooit altijd in pak naar de vereniging. Uiteindelijk zijn wij ook het uithangbord van de KNVB. Ja. En dat moet je wel realiseren. Ja, dat realiseer jij je vaak nog wel. Ja, dat hoort. En ik vind ook een beetje, eigenlijk heb je daar een soort psychologische voorsprong mee. Op het moment dat die spelers dan allemaal buiten, op het moment dat jij binnenkomt. Ja. Dus dat is een scheids. Dus zo presenteer je jezelf dan. Aankomend weekend vrij? Aankomend weekend is bekerwedstrijd. En ik dacht dat ik heel het weekend vrij had. Maar ik moet zondag toch een wedstrijd gaan coachen. Dus toch niet helemaal. Mag ik je hartelijk danken dat je bij ons aan de gast wilde zijn. Hier aan tafel. En heel veel succes te wensen met alles wat je doet. Ja, dankjewel. Oké. Gerrit van der Zijl. Ja, het lijkt zo makkelijk. Ik doe al 20 jaar wedstrijden verslaan. En af en toe dan is het zo tenenkrommend dat je denkt, joh, waar ben je mee bezig, meneer in het zwart? Nou, zitten ze niet allemaal meer in het zwart tegenwoordig. Maar daar heb je wel eens bij aangedenkt, waar ben je mee bezig? Maar goed. Jij ziet van alles, hè? Ja, uitzonderingen zijn daarin. En Gerrit, dat is dan een goede uitzondering. Goed zo.